Kijk even hoe leuk. Mama. 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 Ja. Ben ik jouw mama? Hey, oude EK hooligan. Nee, dat doen we niet hoor. Overal liggen hier oranje ballonnen. Je kan wel zien dat het EK is. Oh my god. Oh my god. Oh mijn god, ik schrok me helemaal dood. Help me. Oh my god. Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Dit is een vlog met mijn nieuwe camera. Ik ben namelijk net even een nieuwe camera gaan kopen. Ik heb trouwens altijd deze. De Canon G7X. Ik had de Mark 2 en ik heb nu de Mark 3 gekocht. Ik heb echt super lang met de vorige vlogcamera gedaan. Volgens mij echt toen Fiet en ik Blond Tires nog hadden. Dus nou, volgens mij heb ik die echt 4 jaar geleden gekocht met Fiet. Maar nu werd het even tijd voor een nieuwe, want hij had wat kuren. En dan gaf hij het foutmeldingen. En ja, dus ik moest dan af en toe mijn telefoon filmen. En dat is echt zo'n verschil. Dus toen ben ik even een nieuwe camera gaan halen. Achter mij, of achter voor mij, hoor je Wolly. Die is wakker van zijn middagslaap. Mama! Ja, mama! En die is lekker... zeg je mama? Mama. 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 Ja. Ben ik jouw mama? Mama. Ja. Lieverd. Schatje. Kijk, papa zei ze al na 1 week. Ja, ze zeiden heel snel papa, maar mama zeggen ze pas sinds 1 week of zo. Sinds de vakantie. Mama. En nu zegt hij ook mama tegen jou. Nee, ik ben papa. Papa. Papa en mama. Het is echt 6000 graden. Ja, ik ben zo iemand die dan... Zo grappig, Joey had daar ook een reel van gemaakt een paar dagen geleden. Van als je in Nederland woont, dan ben je alleen maar aan het zeiken over de regen. En dat je gewoon niet kan wachten tot het zomer is en dat het mooi weer is. Is het eindelijk mooi weer, hè? Want daar hebben we best wel lang op moeten wachten. Zit ik gewoon de hele dag, ik heb het zo heet, ik heb het zo warm. We moeten een airco, we moeten een fan. De hele tijd weer te spuffen en steunen dat het te heet is. En nou, volgens mij doen heel veel Nederlanders dat, maar ik ben er dus ook zo een. Ik geef het toe, jawel, jawel. Gelukkig hadden wij dus nog een airco. Die hadden we toen gekocht in Leiden. Dus die hebben we mee verhuisd. En ja, je voelt het een beetje, maar het helpt niet heel erg. We hebben hem namelijk hier neergezet. En dan met zo'n slang naar buiten. Maar ja, er komt dus gewoon, de lucht van buiten komt gewoon hierin. Dus je voelt wel iets van verkoeling, maar ja, eigenlijk minimaal. Tenzij je er echt helemaal zo tegenaan gaat liggen, dan wel. Oh, dankjewel schat, dankjewel. Ik heb eigenlijk geen idee of dat geluid van de airco heel storend is voor de vlog. Maar ja, dat ga ik wel zien in de edit. Ik ben lekker een salade voor mezelf aan het maken. En voor de boys, die hebben lekker een omelet met boterham met boter. En doe dan een omelet op. En dan smelt dat helemaal zo lekker. En dat vinden ze geweldig. En ik heb voor mezelf, ja, dit flans ik gewoon echt in 1 minuut in elkaar. Want het is gewoon bieten, avocado, tomaat, pompoenpitjes, feta. Rucola, vergeet ik nu iets? Oh ja, de dressing natuurlijk. Die is ook heel simpel te maken. Met olijfolie, balsamico, mosterd, honing. Ja, dat doe ik gewoon een beetje op gevoel bij elkaar. Van, moet je gewoon proeven of het dan meer honing nodig heeft of meer mosterd. En nou, ik vind gewoon echt, in de zomer heb ik gewoon bijna geen zin in warm bij eten en niet echt in brood, dan wil ik echt veel salades en zo en couscous en allemaal van die koude salades. Hey, niet dat allemaal op de grond gooien. Niet dat allemaal, nee schatje. Niet dat allemaal op de grond gooien. Nee, dat doen we niet hoor. Nee, jij ook niet. Heb jij het ook al allemaal op de grond gegooid? Ja, allemaal op de grond. Zelfs met ei, wat je zo lekker vindt. Hup.
Nou, ik leg het gewoon terug op het bord, want anders blijf je aan de gang met smeren. Gewoon de, niet de 3 seconden regel, maar de 5 minuten regel. Hey ouwe EK hooligan. Ben je nerveus? Ja? Ben je nerveus voor de wedstrijd? Nee, we gaan binnen, zijn we door de kwartfinales. Woe! Wat een positieve tijd! Wat zei je? Loeka heeft de allerziekste kanklauwer uit zijn leven. Loeka heeft de allerziekste kanklauwer uit zijn leven. Kijk nou. Zo, de kinderwagen staat weer op zijn plek onderaan de trap. Nou, dit is ook iets wat we echt nog moeten opruimen. Ik kreeg ook wel wat vragen over de kinderwagen. Want we hadden natuurlijk een buggy voor de vakantie gekocht. Want dit hele ding meenemen in het vliegtuig, dat zagen we niet zo zitten. Want het is best wel gewoon een groot ding. Maar deze rijdt wel by far echt lekkerder. Dus we gaan deze gewoon lekker weer gebruiken in Amsterdam. Want deze is gewoon, ja ik weet niet, deze is gewoon next level van Bugaboo is die. En die ander die was van Coolstra en dat is echt een buggy. Dus die hebben we aan de ouders van Wout gegeven, wat eigenlijk best wel chill is. Want nu elke keer als de boys gingen logeren bij opa en oma, dan moesten we de hele tijd, weet je wel, dat hele ding. Deze in de auto stoppen en eruit halen en in en elkaar uit elkaar zetten. Dus nu is het eigenlijk super chill. Ik begrijp ook niet waarom we dat niet veel eerder hebben gedaan. Dat zij gewoon hun eigen kinderwagen hebben. En ja, zij doen daar dan gewoon een rondje in de buurt mee. En wij gebruiken dat ding natuurlijk elke dag van hot naar her. Dus eigenlijk super chill dat die buggy dan nu bij de ouders van Wout ligt. Dit is trouwens wat ik aan heb voor de mensen die zich afvroegen hoe dit hele t-shirt eruit zag. Het is een nieuwe van Stieglitz. Het is hier echt, zeg maar, deze spiegel staat zo op de verkeerde plek om je kleding te laten zien. Want zoals je kan zien is het nu heel donker hier met tegenlicht. Dus ik moet eigenlijk die spiegel even ergens anders neer gaan zetten. Want het is wel leuk dat ik dan wat vaker het totaalplaatje kan laten zien. Verder, deze shorts zijn van Naked, biker shorts. En dat is het. Kijk, dit is beter licht. In ieder geval, wat ik jullie even ga laten zien. Voor de vakantie had ik de kamer van Wolf en Loeka een beetje leuker gemaakt. Leuker ingericht. Ik had wat nieuwe items en zo. Nou, je kan wel zien dat dat voor de vakantie is opgenomen, want ik ben daar nog erg wit. Maar dat ga je nu dus even zien. Nou, zoals je ziet ben ik in de boys room. En dit leek mij het perfecte moment om even aan de slag te gaan met hun kamertje. Want dat is gewoon een heel proces. Dat kan je ook niet in één keer af hebben. Nee, dat gebeurt gewoon gaandeweg. En Loeka is boven met Wout. Dus ik kan nu in alle rust even gewoon wat dingen uit gaan pakken en neerzetten, noem maar op. Ik heb waanzinnige items binnen van Jotex. Dat is een interieurwebsite waar je alles kan bestellen op het gebied van interieur. Voor je keuken, je woonkamer, de tuin. Ik heb dus allemaal dingen voor de kinderkamer besteld. En echt, het was lastig kiezen. Want ze hebben, ik ga het nu laten zien, geweldige dingen. Ik heb even alle dozen op de gang al gelegd. Maar in ieder geval, zo heet dus het bedrijf. Ik heb er een samenwerking mee. Ze vroegen me om allemaal leuke dingen uit te kiezen voor de kinderkamer. Nou, dat wilde ik natuurlijk wel. Oké, ik schuif even die doos aan de kant. Want ik heb allemaal mandjes besteld. In verschillende maten. Ik vond deze ook helemaal bij de stijl van ons huis passen. Deze kon ik ook echt niet laten liggen. Hoe cute is dit? En deze zijn ook lekker best wel ruim. En dan nu, dames en heren, het pronkstuk van mijn hele bestelling. Een pauwenstoel. Ik heb hier dus altijd van gedroomd. Ik wilde zo graag een pauwenstoel in mijn huis. Kijk nou met de verfkleur, hoe leuk. En hij heeft ook allemaal prachtige details. Maar ik ben hier echt zo blij mee. Hij is echt huge. Ta-tada. Ja hoor. Zit heerlijk. Top. Nou, echt leuk deze. Ik vind dit zo'n eyecatcher voor in hun kamer. Geweldig. Love it. Deze bamboe spiegel, die vond ik ook helemaal gezellig voor op hun kamer. Kijk, hier zie je een beetje de details. En dan hang je hem dus hier aan op, aan deze ring. Maar,
Oh ja, nu zie je mij er doorheen. Maar kijk hoe leuk dit staat. Deze stoeltjes zag ik ook op een website en toen dacht ik, ja, hoe schattig van die kinderstoeltjes. En kijk hoe leuk, Wout heeft net toch het lampje opgehangen. Ik vind het zo ontzettend schattig met dat mandje erbij. Alsof het echt een soort luchtballon is. Deze gigantische poef heb ik ook nog besteld. En kijk, het is een beetje een soort van dat stevige linnen. Echt heel erg mooi. Maar die gaat in deze kamer, want hij is te groot voor de kinderkamer. En we gaan natuurlijk van deze kamer een speelkamer maken. Dus dan is deze natuurlijk perfect voor de kids. Maar ik denk dat we hem ook lekker vaak naar de tuin verslepen en lekker erop gaan chillen. Echt zo fijn om weer thuis te zijn, maar kunnen we even stilstaan bij de hoeveelheid was die je hebt na een vakantie. Gewoon, ik ben al dagen aan het wassen. Er komt gewoon geen einde aan. En ik was ook even vergeten. Dan kom je thuis en dacht je van, oh ja, heb ik alles al netjes helemaal afgewerkt, weet je wel. Maar er stonden echt nog bergen was die ik moest doen. Dus ik ben letterlijk gewoon, mijn dagen zijn gevuld met opruimen en de was doen. En ik heb nu dit weer net opgehangen hier. Dus er komt geen einde aan. Maar ik kijk nu naar de tuin en die is zo groen. Ik ga het even laten zien. Ik kan trouwens ook echt niet wachten tot we hier kunnen gaan slapen. Maar zoals je kan zien is deze muur nog steeds in progress. Er moet, ja, het moet gewoon helemaal gestukt worden en dan moet het geschilderd worden. Dus ik hoop dat we binnen een maandje hier eindelijk kunnen gaan slapen. En dan moeten we ook even al deze troep wegdoen. Geen idee waar. Dat zien we dan nog wel weer. Ik moet er ook nu niet aan denken. Ik krijg echt een rolberoerte als ik eraan denk dat ik dit nu allemaal moet gaan opruimen. Maar goed, we waren bij de tuin gebleven. En de tuin is ongelooflijk groen geworden. Kijk, deze hele boom, die is helemaal uitgekomen met allemaal blaadjes. Helemaal te gek, vind ik dat. En nou, het gras, jongens, dat is pas groen geworden. Dan heb je hier dit, ook helemaal groen. Dit trouwens moet nog steeds dicht worden gemaakt, maar dit is wel helemaal mooi geschilderd door de buren. Dit hele witte vlak, omdat zij natuurlijk bezig zijn. En deze hebben we van Ro en Fiet gekregen. Maar zoals je kan zien heeft hij het een beetje zwaar. Door de hitte, denk ik. En deze vind ik ook echt gek. Die plant eronder vind ik ook leuk. Dit waren letterlijk allemaal kale plekken van de aarde. En dat is nu gewoon helemaal groen. Dus dat vind ik echt fantastisch. En dan komen er allemaal... Kijk, wij kennen deze tuin natuurlijk nog helemaal niet. Hallo. Dus dan komen er allemaal van die verrassingjes. Zoals deze gigantische rozen. Dit is toch prachtig. Hier gaan we nog een schommel hangen trouwens. Nou, ik vind dit zo mooi. En dan kijk je hier... Staat dit opeens helemaal in bloei. Met een soort van roze bloemen. Ook helemaal geweldig. Ja, dus ik ben echt helemaal blij met deze tuin. En voor de jongens is deze tuin ook gewoon zo fantastisch. Ik vind het heel grappig, want ik lees ook heel vaak op de comments onderaan mijn vlog van... Vind je het dan niet erg dat jullie zoveel inkijk hebben in de tuin? Maar jongens... Wat verwacht je als je verhuist naar Amsterdam? Nou, ik persoonlijk verwachtte niet dat ik in een gigantische vrijstaande villa zou wonen aan het Vondelpark. Waarin niemand in mijn tuin zou kijken. Dat was absoluut niet mijn verwachting. En ik wist al tuurlijk dat als je naar Amsterdam gaat verhuizen, dan kan je verwachten dat er heel veel mensen om je heen wonen die in je tuin kunnen kijken. Maar antwoord op jullie vraag... Dat vind ik totaal niet erg, want ja, ik ben zo ongelooflijk blij ten eerste dat we in Amsterdam wonen. Wij horen hier gewoon, het voelt zo ontzettend goed, voor Wout ook. Plus, we hebben zo'n te gek huis kunnen vinden met een heerlijke tuin. En dan neem ik die paar gluurders hier echt voor lief. Dat maakt me echt niet uit. En ik ben zelf ook opgegroeid, ja, in gewoon een straat met buren en niet in een soort vrijstaande villa. Dus... Ja, iedereen heeft een ander woongenot en ik ben super
super blij hoe wij wonen. Echt niet normaal. Dat is wel echt zo leuk van verhuizen ook. Dat je dan elke dag zeg maar dan wakker wordt in je nieuwe huis. Want ja, we wonen hier nog natuurlijk helemaal niet zo lang. Oh, en dan kijk ik echt om me heen. Nog steeds heb ik dat. En vooral nu ook weer omdat we terug zijn van vakantie, weet je wel. Dan ben je weer even weg geweest. En dan loop je zo door het huis en door de tuin. En denk ik, ach, ik woon hier gewoon. Hoe geweldig. Dat heb ik de hele tijd, die geluksmomentjes. En ook omdat het nog helemaal een proces is. Dat we, ja, we zitten nog niet eens in onze slaapkamer, weet je wel. We moeten echt nog best wel veel dingen ook doen. Dus het is helemaal zo'n proces en het wordt steeds meer af. Zeg maar met de week komen er weer, ja, weet je wel, maken we de kinderkamer wat mooier en veranderen we dingetjes. We willen nog de hele gang, willen we allemaal leuke schilderijtjes hangen. En we hebben nog zoveel ideeën en daar ga ik jullie ook helemaal in meenemen in al die keuzes en wat er allemaal nog wel niet komt kijken erbij. Want het is echt nog lang niet af, maar dat vind ik juist dus heel leuk, dit hele proces. Zo. Het wordt tijd om te gaan kokkerellen voor de jongens. Moet papa helpen? Ja. Oké, nou, ik vind het zo lief. Kom maar, gaan we draaien? Dit is trouwens echt mijn obsessie in de zomer. Gazpacho. Ik heb het ook alleen maar in Spanje net gedronken. En dan nu ben ik het weer elke dag hier aan het drinken. Ik werd ondertussen even gebeld. Ik was eten aan het geven aan de jongens. En zoals je kan zien, couscous met worteltjes, dopertjes en linzen. Jawel. Zo, de kids die zijn er bed. Hoe verwilderd zie ik eruit, maar het is hier gewoon 6000 graden binnen. En ik heb ze in mijn eentje, want Wout is eind van de middag naar Leiden gegaan om daar voetbal te kijken. Dus ik was hier lekker met Wolf en Luca aan het eten, spelen. En nu ben ik helemaal bezweet overhit. Ik voel me zo ranzig met dit weer. Echt, ik wil de hele dag douchen. Het is echt goor. En dan ook zo schattig. De kids die willen dan alleen maar knuffelen. Nou, heerlijk, maar zo warm. Oh, zo schattig. Ze hebben echt de hele dag in een luier rondgelopen. Nou, niet gelopen, want dat kunnen ze nog niet. Maar ja, ze waren gewoon de hele dag een beetje aan het kruipen in hun luier. En zo schattig vind ik dan die naakte lichaampjes van baby's. Ik weet niet, dat heeft zoiets aandoenlijks met die bolle buikjes dan zo. En dan huppelen ze zo of hupsen ze zo door de kamer. Oh, dan kan ik zo opvreten gewoon. Ik zit even te denken wat ik ga eten, want ik heb echt geen puf om te koken. Ik ga sowieso eten bestellen. Absoluut. Maar waar? Dat is de vraag. Bij welk restaurant? Oké, ik ga even bestellen. Wat zal ik eten? Oh, pastaatje heb ik al zin in. En ik heb besteld bij Holy Ravioli. Die hebben allemaal geweldige, lekkere, verschillende raviolis. Dit is ricotta spinazie. En natuurlijk zit er ook parmezaan bij. En een klein saladetje. Goedemorgen. Oh, ik ben zo moe. Ik weet niet. Ik ga echt altijd met de boys, of door de boys, rond 10 uur naar bed en slapen. En sinds dat EK... Wout die wil natuurlijk alles zien en daarna nog dan zo'n samenvatting of nabespreken, weet ik veel wat er allemaal daarna is. Dus we slapen gewoon elke keer pas om 12 uur. Dat is voor mij zo veel te laat. Ik merk echt gewoon dat ik veel meer slaap nodig heb dan dat. En dan zeg je natuurlijk, waarom ga jij dan niet eerder naar bed? Ja, dus dat is heel raar. Dan lukt het niet om te kunnen slapen. Heel gek. Ik ben misschien te erg gewend om samen met Wout naar bed te gaan. En dan nog even te kletsen in bed en dan te gaan slapen. En nu lig ik daar. Ik lag er gisteren dan ook gewoon om 10 uur lag ik in bed. En dan ben ik gewoon alleen maar naar het plafond aan het staren. Ik kan dan gewoon niet slapen. Echt, ik weet niet wat dat is. Zo gek. Dus ik ben nu al de hele week eigenlijk heel moe. Maar ja, ik gooi er even wat koffie in en dan gaan we weer door. We zijn weer thuis, dus ik kan weer lekker shakes maken. Oh, dit is banaan, bosbessen, havermelk en een beetje ananas. Best wel lekker.
En een koffietje natuurlijk. Overal liggen hier oranje ballonnen. Je kan wel zien dat het EK is. Tududu. Daar ligt weer een oranje ballon. Daar ligt weer een oranje ballon. Gewoon letterlijk het hele huis is vol met oranje ballonnen. En de jongens vinden het ook geweldig. En ik ben heel blij, want ja, daarin zie je dus ook weer een ontwikkeling. Nou, niet dat het heel bijzonder is. Maar ik weet nog een tijd terug, rond hun verjaardag, hadden we natuurlijk ook ballonnen. Nou, en dan gingen ze helemaal zo door het fijn knijpen en gewoon proberen kapot te maken. En dan knapte het ook. En dat was dan, dat vond ik dan eng. Dat het dan zo in hun handen zou knappen. En nu zijn ze gewoon een beetje zo ermee aan het spelen, weet je wel. Zijn ze gewoon een beetje zo het aan het tikken en met hun voetje zo er tegenaan en hun knietje. Dan denk ik, ja jongens, jullie leren het wel, jullie leren het wel. Ik had helemaal nog niet echt zomerslaapzakjes. Ik had wel die ene van de Hema met die regenboogjes, maar ik vond de stof nog best wel dik. En deze had ik ook toen ze, ja, vorige zomer, toen het zo idioot heet was, die hittegolf vorige zomer. En deze zijn echt top, want deze zijn echt best wel dun, moet ik zeggen. Volgens mij is het iets van 0,5 toch. En het merk is Brilliant Baby. Nou ja, ik weet niet. Als je het gewoon googelt, dan zie je dit vanzelf. En ik vond het een super cute printje. En ik doe ze gewoon naakt, zeg maar, hierin. Ik vind het echt een uitkomst voor die hitte. Want oh, ik maak me dan soms dan zorgen dat ik denk, oh, hebben ze het niet veel te heet, weet je wel. Het is zo benauwd. Kijk, deze kleur had ik vorig jaar voor hun. Dus die heb ik ook nu weer gekocht. Want ik vond deze kleur dus ook helemaal leuk in ons huis staan. En ja, ik weet niet. Ik vind ze gewoon echt zo gezellig. Zo grappig, want, of nou ja, grappig. Ik heb dus 6 van dit soort dingen gekocht. Want ik moest er 2 voor op de crash. 2 voor bij opa en oma. 2 voor bij ons. En eigenlijk moet ik er 8 hebben. Want het is heel chill om ook nog een reserve te hebben. Want ja, ik heb best wel vaak dat je dan in de ochtend dat ze wakker worden. En dat er gewoon dat ze helemaal doorgelekt zijn. En dan kan ik het natuurlijk niet op tijd wassen voor hun ochtendslaapje. Dus dan is het heel fijn om weer een reserve te hebben. Maar het is echt gewoon zo grappig. Dan altijd als ik kleding voor hun bestel of knuffels of speelgoed. Dan is het altijd keer 2. En soms keer 4 of keer 6. Omdat ik dan ook het bijvoorbeeld nodig heb voor op de crash. Of daar extra rompers of kleding wil hebben. Of spenen. Dus ik koop nooit 1 dingetje. Dit heb ik trouwens aan vandaag. Ik moet nog even opmaken. Ik vind het zo'n leuke blouse. Dat heb ik misschien al een keer laten zien. Maar die heeft een soort open... dit is een beetje een soort van gatachtig. Met denim vind ik heel leuk. Maar ik weet nog niet of ik dit aandoe, want het is zo bloedheet. Dus misschien moet ik gewoon blote benen doen. Toch heb ik me even omgekleed, want een broek was gewoon idioot warm. Dus ik dacht, ik doe even een jurkje aan. Ik heb trouwens een nieuw jurkje. Helemaal schattig zo, vind ik, met dat kraagje. Van de Zara. En die blouse die ik aan had, is trouwens ook van de Zara. En die broek ook, ja. Ja, ja, ja. Kijk, dit is het jurkje. En dan loopt hij tot hier. En dan heb ik hele leuke vintage boots erbij. Ik vind een jurkje in combinatie met van die laarzen zo leuk staan. Echt, ik hou hiervan. Ik heb dan weer wel een man nodig die dit hierachter vastknoopt. Wout, waar ben je? Dus zo gaan we de dag doorbrengen. Gewoon net een jurkje aan, boetsen ronden en niet de hele broek aan en zo. Veel te warm, ja. Ik heb wel maar even die paarse ketting afgedaan. Want die vond ik dan iets te beach vibes bij zo'n jurkje. Dat jurkje is eigenlijk best netjes. Dus die hebben we even afgedaan. Wat kleurt mijn hoofd mooi bij de muur. Een beetje dezelfde ta. Ik was mezelf dus net aan het opmaken. En dan vind ik het gewoon zo oneerlijk dat wij vrouwen allemaal kwaaltjes en dingen hebben. Dus inderdaad, als je dan zwanger wordt of daarna, in mijn geval daarna, want tijdens had ik er geen last van. Ik heb nu allemaal pigmentvlekken. Ja, doe even normaal. Doe even rustig vooral. Ik vind het gewoon niet eerlijk. Wij vrouwen krijgen gewoon alles op ons bord. En mannen daarentegen, die krijgen helemaal niks. Nee,
die hebben echt nul veranderingen lichamelijk. En ook niet, worden ook niet elke maand ongesteld. En die voelen zich dan ook niet 3 dagen compleet depressief. Nee, wij moeten dat allemaal wel doorstaan. Die hele bevalling. Oh, als ik daaraan terugdenk. Het is wel echt trouwens bizar, moet ik zeggen. Ik heb er echt heel erg lang over gedaan om zeg maar die bevalling een soort van plekje te geven. Ik weet niet, ik vond het toch een soort van klein traumaatje of zo. Ik was er heel erg veel mee bezig. Het eerste half jaar, eerste 9 maanden na mijn zwangerschap. Ging eigenlijk geen dag voorbij dat ik er niet aan dacht. Ik bedoel niet aan dacht. Dus ik was er gewoon elke dag wel even mee bezig. En ik merk nu, ze zijn, nou ja, ze gaan richting 1,5. En het vervaagt steeds meer naar de achtergrond. Het is steeds minder een soort groot ding of zo. En ik kan die pijn me gewoon ook werkelijk niet meer voor de geest halen. Ik denk nu gewoon letterlijk van, oh ja, doe ik nog een keer. Prima. Gewoon, hè? Hoe kan dat? Ik vond het zo heftig. Vooral gewoon die eerste maanden daarna dat ik echt dacht, oh, als ik dit nog een keer ooit moet doen, nou, ik weet het niet hoor. En nu, niet dat ik nu zwanger wil worden, alsjeblieft, denk dat nu alsjeblieft niet. Maar gewoon even puur over hoe dus dingen dan naar de achtergrond vervagen en anders worden in je hoofd of zo. Dat ik denk gewoon nu van, oh ja, die bevalling, ja, dat was wel heel heftig, maar ik voel het gewoon niet meer zo. En ik kan dus het niet meer echt voor de geest halen hoe intens en heftig het was. Misschien wel als ik de foto's erbij pak. Of als ik mijn bevallingsvideo opnieuw ga kijken of zo, dat ik dan weer het herleef. Maar als ik er gewoon zo over nadenk, dan denk ik, nou. Maar ja, ik denk dat dit natuurlijk allemaal expres is gedaan door moeder natuur. Want anders zouden we nooit meer dan 1 kind nemen. En doordat je nu denkt van, ja, doe ik wel weer even. Dan, ja, voor je het weet heb je dan, ben je weer zwanger en dan krijg je een nieuw kindje. Dus ik weet eigenlijk bij God niet hoe kwam ik hierop? Oh ja, door die pigmentvlekken, dat wij vrouwen zoveel dingen moeten doorstaan. Ik heb er eigenlijk alleen last van hier. En dan heb ik wel een aantal vlekjes gewoon, maar die had ik eigenlijk al. Deze kleine vlekjes. Het is allemaal wel iets heftiger geworden. Dus ik denk dat ik na de zomer hier wat aan ga laten doen. Ik heb het al een paar jaar geleden ging ik dit vlekje zeg maar proberen weg te laten laseren. En dat lukte toen ook. Maar ja, toen kwamen ze weer terug toen ik zwanger was. Maar dit is wel iets waar ik me aan irriteer. Dus ik wil dit gewoon weg. Wij dachten leuk creatief te zijn door daar 2 stoere dozen neer te zetten. Of hoe noem je dat? Kisten. En daar dan leuk onze schoenen in te doen. Maar ja, we hebben zoveel schoenen. Dit is natuurlijk nog maar een fractie van het totaal. En nou ja, het ziet er nu helemaal niet meer leuk uit. Het is gewoon 1 grote schoenenhoop. Die kist die zie je bijna niet eens meer. Ik ga even alles stofzuigen hier en alles opruimen. Ik heb al best wel wat gedaan, zoals je kan zien. Oh, je wil niet weten hoe lekker het is om weer in dit... Oh my god! Oh my god! Oh mijn god, ik schrok me helemaal dood. Er is een vogel binnen. Oh my god. Oh nee. Oh my god. Nee, ik weet niet. Ik ben normaal helemaal niet bang voor vogels. Maar als hij nu hier in de woonkamer is wel. Oh mijn god. Nee, jullie moeten dit zien. Oh my god. Nee, sorry, ik wil me echt niet aanstellen, maar ik word hier helemaal naar van. Jezus. Kijk dan. Hier is hij. Jezus. Wat doe jij hier? Wat doe jij hier? Jezus. Schat. Snoef, er is een vogel in de woonkamer en hij kakt alles onder ook. Ja, nee, hij is hier op de bank en in onze plant. Een zwarte vogel. Wat moet ik nou doen? Ja? Oké. Maar ik heb hier ook de deur is wagenwijd open.
Overal heeft hij gekakt. Nou, leuk. Walgelijk dit. Ja, hij is bang. Hij kijkt mij ook alleen maar bang aan. Maar ik doe eerst dan alle de ramen hier open. Ja. Een doek pakken en met hem naar hem wapperen. Oké. Okay. Oh, ik wou dat je thuis was. Oké. Okay. Oké, okay, ik ga het proberen. Oké, okay, tot zo. Ja, ik heb alles open. Ja, op de kruk. Oké, okay, wacht even. Oké, okay, schatje, we gaan nu weer naar buiten vliegen. Overal ligt kak. Ja, hij zit nu op de plant. Hè? Huh? Ja, de ramen zijn open. Ah! Oh my god! Oh my god, hij is helemaal in paniek. Oh. Oh my god. Oh nee, maar ik kan dit niet alleen. Oh, ik moet bijna huilen. Ik vind het... Hij vloog tegen het dichte raam aan, want hij begrijpt het niet. En overal kwamen veren en poep. Nee. Als je gewoon uit de kamer bent en dan ga je lekker naar beneden, dan ben ik ook vrij thuis. Ik rij nu op de auto. Oké. Okay. Als je het niet durft, dan... Ik vind het gewoon, ik weet niet waarom ik het zo eng vind. Maar en ik baal ervan dat gewoon letterlijk alles is nu met kak. Ja, maar dan moet hij eruit. Onze hele bank is met poep. Nou, ik vind dit walgelijk. Ja, dat snap ik. Maar ja, ik kan er niks aan doen. Het is al gebeurd. Ja. Oké. Okay. We gaan kijken of we het zo kunnen krijgen. En als we het niet zo kunnen krijgen, dan moeten we niet op bank. Ja, het is slecht, maar... Nou, we moeten dit sowieso laten reinigen, want dit is niet normaal. Ja. Nee, was hij maar alleen in de keuken. Dit is allemaal gewoon stof. Alles is met kak. Jezus, en allemaal veren op de grond. Waarom ga je nou niet daarheen? Schat, ga daar dan heen. En hij heeft zijn bek open, hij is heel bang. Denk. Zijn bek open, ja, ja. Misschien kan ik hem lokken met een fluitje. Je moet een grote kussen pakken, want dan ben je minder bang dat hij tegen je aanvliegt. Ja. Hij ging gewoon keihard tegen gewoon de ramen aan de straatkant. Maar omdat ze openstaan, ligt er twee ramen. Nou, zou ik die openzetten? Hè? Zou ik die openzetten? De ramen aan de straatkant? Ja. Dat heb je dat al lang gedaan, want kussens er al ramen openzetten. Oh, nee, ik dacht de ramen aan de achterkant had ik alleen open gedaan. Nee. Oh, oké. Okay. Oké, okay, ga ik nu doen. Nou, ik vind dit zo eng, mensen. Want ik ben bang dat hij mij aanvalt. Ga maar. Hij loopt nu over de grond. Ja, ga maar. Oh my god. Hij vliegt nu bijna weg. Nee, hoe dom ben je? Hij zat gewoon bij het raam en vliegt dan weer naar de aardebakken. Hij zit in de aarde nu. Ga maar. Ja! Yes! Woo! Oh my god, hij is weg! Het is gelukt. Oh, heerlijk. Het is gelukt. Oude Bear Grylls. Je hebt hem gewoon met je blote handen hem gevangen. Oh my god, ik vond dit zo aan relaxed. En nu moet ik al die kak op gaan ruimen. Walgelijk ja, dit. Ja. Haal maar eerst even gewoon brood uit de vriezer. En spray met die roze spray hebben we nog, die vanille.
je ziet wel echt dat ik een stadsmeisje ben. Ja, gewoon doodsbang voor een heel klein vogeltje. Zo erg dit. Oké, nou ik zie je zo, liefje. Dag schatje. Tot zo. Doei. Dat was mijn avontuur. Jezus, sorry hoor. Ja, nou nu zag je mijn pure hysterie. Gewoon, dat is ook een kant van mij. Compleet hysterisch. Voor wat? Voor zo'n klein vogeltje? Nou ja, sorry. Oh, en nu is er overal kak. Hier is kak. Hier is kak. Hier is kak. Hier is kak. Doe even normaal. Hier. Oh, wat irritant. Was ik net bezig ook met schoonmaken. Overal kak. Walgelijk. Ik heb eigenlijk niet meer zoveel gevlogd vandaag. Ik ga nu de kinderen halen van de crash. Ja, het was ook helemaal niet boeiend om veel te vloggen. Want ik ben gewoon letterlijk alleen nog maar bezig met het huis op te ruimen. Wassen te draaien. Deze week staat eigenlijk een beetje in teken van weer landen na de vakantie. Verder ben ik ook mega druk met werk, met allemaal leuke samenwerkingen, meetings met mijn management. Ja, ik heb zoveel in te halen. Als je dan 2 weken weg bent, dan verschuift alles natuurlijk na de vakantie. Dus ik ben eigenlijk alleen maar aan het werken en aan het opruimen. En met de kindjes aan het knuffelen. Het is zo geweldig om te zien, want ze kunnen gewoon denk ik bijna lopen. Het is niet normaal. Wolf die pakt alleen maar mijn handje. En dan doet hij zeg maar mijn handen zo omhoog. Met van ja, hup mam, we gaan weer lopen. En dan ga ik dus zo met zijn handjes omhoog. Houdt hij mij vast en dan lopen we zo door het huis. En dat doet hij ook de hele tijd bij Wout. Nou, zo schattig. Hij wil gewoon, je voelt van hij is er klaar voor, hij wil het. En Luca die komt langzaam ook een beetje op gang. Dus het is wel echt zo leuk om te zien. Ik ben dan zo trots. Ik ben sowieso de hele tijd trots. Gewoon om alles wat ze doen. Ze zijn ook in de vakantie veel meer gaan praten en brabbelen. Nou, dan glim ik ook van trots. Dat ik allemaal nieuwe klanken hoor. En dan denk ik, hoe kan jij dat? Hoe kunnen jullie dat? Ik haal ze net op van de crash. Kijk even hoe leuk. Voor de liefste papa. En we gaan voor de verandering deze niet openmaken voor Vaderdag, maar op Vaderdag zelf. Want met Moederdag kon ik gewoon niet wachten en toen heb ik het open gescheurd. Maar nu laten we ze gewoon hier liggen totdat het Vaderdag is. De kids die liggen op bed. Ik ga denk ik even lekker een joinbroekje aantrekken en op de bank chillen met Wout. Misschien een serietje kijken. In ieder geval, dankjewel voor het kijken deze vlog. En ik zie jullie snel met een nieuwe video. Muah.